Dag allemaal, we gaan beef jerky maken. En dat doen we natuurlijk met beef. Maar ik ga ook met kip proberen. Wat we eerst gaan doen is we leggen het in de vriezer. Zodat het lekker hard wordt en makkelijker te snijden is. En daarna gaan we beginnen met de marinade maken. Dus, oké, voor de marinade gebruiken we als volgt. Knoflook, uiteraard. Want wat moet je zonder knoflook? Uien. Zakje. Kruiden. Ik heb deze roast red pork, maar je hebt allerlei verschillende smaken. Beetje piri piri. Olijfolie. En water. En een glas wijn. Nou, doe je allemaal bij elkaar. Hop, alles erin. Erbij. Lekkere pittige piri piri. Zo. Klein beetje olijfolie nog. Zo. Nou, roeren. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Moet het vlees nog snijden en dan kan het in de marinade. Oké, de kip is ook in stukjes gesneden. Dat gaat in de marinade. En dan laten we dat een hele nacht staan. Dat laten we dan lekker een hele nacht in de marinade. En dan komen we weer terug. Eerst even met folie afdekken. En dan gaat het de koelkast in. Oké. De kip heeft een dag in de marinade gelegen. En wat belangrijk is dat je het even gaat afdeppen. Zodat er zoveel mogelijk vocht van afgehaald wordt. Dat scheelt in de droogtijd. Nou, dat heb ik nou gedaan. Gaan we door met de volgende stap. Oké, het hangt allemaal aan een rek. Het gaat de oven in. Op ongeveer 50, 60 graden. En dan de deur. Een klein stukje open houden en afwachten. Kijk, het is klaar. We kunnen het eruit halen en dan gaan we het lekker proeven. Kijk eens. Zoals je ziet, er gaat heel veel kip verloren. Dus als je kip gaat gebruiken, snijd dan dikkere plakken. Die dunne plakken is ook niet echt geschikt om lange plakken te houden. Het valt een beetje uit elkaar. Maar de smaak daarentegen, ik heb natuurlijk al wat geproefd. Ik vind dit veel lekkerder dan het rundvlees. Dus het is zeker wel geslaagd. Alleen de volgende keer wat dikkere plakken. Succes! Laters!